Ja, als je dochter thuis komt met de boodschap, ik moet maatschappelijke stage doen. Ja, dan ga eens even kijken, wat is het nou precies? Gelukkig had de school dat heel goed voorzien van informatie. Nou, we hebben samen met haar informatie doorgekeken. En het is leuk om daar wat om te zien waar ze dan voor kiest. Het klaarmaken van de toekomstige vrijwilliger is belangrijk. Maar we denken ook dat je als burger een sociale plicht hebt in ons land. En daar willen we dan graag ook wel inhoud aan geven. En wat we gedaan hebben met onze dochter is dat we haar duidelijk de vrije hand gegeven hebben van kom zelf maar met plannen, zelf met ideeën. En daar hebben we wel naar gekeken, samen met haar in gesprek geweest van hoe doe je dingen? Wat ga je doen? Hoe ga je het doen? Wanneer ga je het doen? En met wie ga je het doen? Het leuke bijkomstigheid aan de keuze voor de maatschappelijke stage was, is dat ze hing tot twee gedachtes voor zorg en welzijn of handel en economie als vervolgtraject in haar opleiding. Ze koos voor de zorg en welzijn en daar kwam dus duidelijk uit dat ze in het vervolgtraject haar opleiding daar niet in verder heeft gedaan. Als jongere ben je vrij en vrolijk en je kunt allerlei dingen doen. Maar oude mensen zijn toch beperkt in de dingen die ze doen. En het mooie is dat je dan mensen kunt gaan helpen met de dingen waar het verplegend personeel in zo'n bejaardenhuis niet aan toe komt. Want ik denk dat we ook als ouders zeker een stimulerende rol moeten hebben in het leren omgaan met vrijwilligerswerk. Maar ik denk zeker dat dit een belangrijke stap is om straks als vrijwilliger ergens te gaan helpen. Op het moment dat ze thuis komt, dan kijk je naar wat er praktisch gebeurd is. Daar praat je over door, van hoe had je dingen misschien anders praktisch op kunnen lossen. Maar ook de ervaringen die je opdoet. Van wat doet het dan met je gevoel? En wat merk je nou dat het gedaan heeft met de oudere mensen? Tijdens de stage hebben wij onze dochter en het groepje waar ze de maatschappelijke stage mee deed, hebben ondersteund. In eerste instantie alleen met raad en daad. Op een zeker moment bleek dat het groepje niet helemaal goed functioneerde. Toen is mijn vrouw daar toch ingestapt. Maar het was meer een help op de achtergrond als dat we echt op de voorgrond aanwezig waren. Na afloop van de stage was het natuurlijk belangrijk dat je ook terugkoppeling naar school hebt. Daar hebben ze een heel mooi verslag voor gemaakt. En de school heeft daar op een goede manier op geanticipeerd om daarmee aan het werk te gaan. Het leuke was dat we na een jaar de stagecoördinator nog spraken op een open avond van onze andere dochter. En die was toch helemaal enthousiast over hoe onze dochter en het groepje van haar vriendinnen de stage gedaan hadden. En dat daar hele leuke, mooie dingen uit voortgekomen zijn. Mooi om te zien dat ze daar die kans gegrepen heeft om daar kennis mee te maken.